De Eredivisie is terug met de eerste wedstrijd in de maand oktober. Oktober, een hele drukke maand. Vooral voor PSV met maar liefst 9 wedstrijden. Tot aan het wereldkampioenschap voetbal speelt PSV 12 wedstrijden in 43 dagen. En de eerste dus vanmiddag hier in Leeuwarden, waar het publiek fanatiek tekeer zal gaan. Een van de internationals van PSV meldt zich op het kunstgrasveld, Ibrahim Sangaré. Cambuur 17e in de Eredivisie met slechts 4 punten na de eerste 7 wedstrijden van het seizoen. PSV de koploper, maar gelijk in punten met Ajax. Beter doelsaldo, 1 punt meer dan AZ, 2 punten meer dan Feyenoord. En we zien de opstelling van de thuisploeg met basisplaatsen dus voor Doge Schmid, voor Daniel van Kaam en voor Remco Balk. Voorhoede met Van der Water, Boeren en Balk. Balk die niet echt goede herinneringen bewaart aan de laatste thuiswedstrijd. Want toen werd hij na 28 minuten al gewisseld door Henk de Jong. Dat was de thuiswedstrijd die Cambuur verloor tegen FC Groningen. Van Boekel dus de scheidsrechter met als videoscheidsrechter in Zeist Serdar Gözebüyük. Bergsma en Gakpo hebben de tos gedaan. De opstelling van PSV, dezelfde formatie als bijna 2 weken geleden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Dus met deze Branthwaite opnieuw centraal achterin. Obispo en Max, Sangaré, Til en Veerman op het middenveld. En voorin kiest Van Nistelrooy opnieuw voor Saibari, Simons en Cody Gakpo. Obispo. Dat is goed ineens gespeeld. Xavi Simons. Heel veel ruimte hier voor Filip Max. Til komt vrij. Til, nee, daar komt de bal niet. Saibari. En de redding is van João Virginia. De eerste grote kans al snel in de wedstrijd voor PSV via Saibari. Goeie voorzet van Filip Max. Til is ook helemaal vrij, maar het wordt Saibari. Bijna is het al raak. Van Wermerskerken, Van Kaam. Bal in de ploeg proberen te houden. Geen hands. Branthwaite. En dus kan PSV weer met Gakpo. Zijn eerste kans. En dan wordt die bal van richting veranderd door Marco Tol. Loopt goed af voor Cambuur. Goeie paas was dit trouwens van Jared Branthwaite. En heel belangrijk dat Tol daar zijn voetje nog tegenaan krijgt. Van Kaam sterk weggedraaid en weggelopen ook bij Sangaré. Van Kaam en bijna brengt die Boeren in stelling. Hij had het ook zelf kunnen doen. Serieus goed gevoetbald door Daniel van Kaam. Op het middenveld van Cambuur. Van Kaam. Gaat net snel genoeg. Van der Water. Jacobs. Veel spelers van Cambuur op de helft van PSV. Paulus is hier. Balk kan het zelf doen. Balk. Redding Benitez. Tweede gevaarlijke moment van Cambuur in de eerste 20 minuten. Het lijkt toch een kwestie van tijd voordat PSV een keer echt snel omschakelt. En op die manier tot een hele grote kans komt. Saibari, Gakpo. Alsnog wordt Til bereikt. Veerman kan gaan schieten. Joey Veerman. Redding, João Virginia. Dit vindt Cambuur prima, dat PSV daar rond de middenlijn de bal rond laat gaan.
Hier wordt het lastiger. Al komt PSV er hier knap doorheen. Sangaré bereikt door Gakpo. Max schiet de bal in het zijne. Als het tempo dan omhoog gaat, PSV ook één keer raken gaat spelen, dan gaat het echt te snel voor Cambuur. Til. Goed werk van Paulussen. Van Kaam. Jacobs. Het leek daar goed uit te komen, maar het is toch niet zo. En Saibari krijgt weer de mogelijkheid. Goed keeperswerk. João Virginia snel van zijn lijn. Waardoor Saibari niet zo heel veel tijd had om iets te bedenken met die bal. Prima paas. Sangaré. Maar heel snel ter plaatse. De Portugese keeper van Cambuur. En ook al verloor Cambuur de laatste vier wedstrijden in de competitie. Een aangeslagen indruk maakt de ploeg van Henk de Jong en vandaag dus Pascal Bosgaard alles behalve. Het begin was even lastig met al na 1 minuut een grote kans voor Saibari. Maar Cambuur heeft het echt goed gedaan en kan hier misschien wel gaan scoren. Oh, Boeren. Het was ook buitenspel. Maar weer een prima aanval van de thuisploeg. Voorzet van der Water. En als Jacobs de bal met het hoofd verlengt, staat Boeren inderdaad buitenspel. Maar dit geeft de burger moed. Balk is weg, Balk is weg. En Balk is snel. Jacobs is er ook. Remco Balk. Paulussen. Boeren. Langs Sangaré. Boeren. En dan komt er uiteindelijk toch niet echt een kans uit voort. Daar zat veel meer in voor Cambuur. Al lijkt dit nog wel gevaarlijk. Die voorzet is vrij eenvoudig te verdedigen door Brandthwaite. Nou, Max had gekund, maar de keuze valt toch op Brandthwaite. Die wordt dan ondersteboven gelopen door Paulussen. En wat kan Cambuur hier? Boeren kan nog verlengen voor Van der Water. Boeren komt vrij, maar Van der Water doet het zelf. Wat een goal van Sylvester Van der Water. Nu straft Cambuur het wel af. En maakt Van der Water zijn eerste doelpunt in dit seizoen. En wat voor een goal. Is dit een overtreding van Paulussen bij Brandthwaite? Dat kun je toch eigenlijk wel zeggen. Want die wordt gewoon ondersteboven gelopen. Maar Cambuur mag door. Van der Water pikt op. Boeren is hier vrij, maar Van der Water vol uitgehaald in de linkerbovenhoek. Zorgt op schitterende wijze voor de openingstreffer. Het is een goal. Het doelpunt staat. Zo verloopt deze wedstrijd voor PSV echt een stuk moeizamer dan verwacht. Na die uitstekende wedstrijd tegen Feyenoord. Daar komt Cambuur weer. Mitchell Paulussen naar zijn rechter. Aan het werk gezet door Balk. Die wil hem graag terug. Paulussen gaat voor zijn eigen kans. Sterk weer gedaan door Van Kaam. Echt om elke centimeter wordt gestreden. Zoals het hoort. Mooi balletje. Til, Vertessen komt vrij. En hier Sangaré. Dat had er moeten zijn. Weggehaald door Van Wermerskerken. Eerste echt heel grote kans voor PSV in de tweede helft. Gakpo. Tijd voor PSV begint te dringen.
Gakpo kan Schmid opzoeken, geeft de bal mee aan Oppegaard. Hoekschop PSV. Hoekschop, Cody Gakpo. En Obispo, en dat scheelt helemaal niets. Echt centimeters naast gekopt. Brathwaite, deze, Sabio. Probeert natuurlijk wel het verschil te maken met zijn actie Sabio. En laat dan zien dat hij echt heel goed kan voetballen. Hele mooie paas op Gakpo. Maar ook een goede redding van João Virginia. Die zijn hand tegen de bal krijgt. En dan is het zelfs een doeltrap. Uitstekend voorbereid door Sabio. Niet buitenspel Gakpo. Maar hij maakt het niet af. Uitverdedigd door Oppegaard. Maar zo snel als de bal wordt weggewerkt door PSV, zo snel komt de bal ook weer terug. Jacobs, Boeren in positie, Paulussen is er ook, Mambimbi, klaarleggen, Paulussen, 2-0. En een geweldige goal van Cambuur. En of Cambuur zelfvertrouwen kreeg van die actie van Paulussen zojuist. Snel gaat de bal van voet tot voet. Perfect klaargelegd en schitterend afgemaakt door Mitchell Paulussen. 2-0 voor Cambuur. En dit kan toch niet meer mis voor de ploeg uit Leeuwarden. Breij. Michael Breij. Jacobs. Sambissa. Breij niet buitenspel. En dan valt de bal hier nog voor de voeten van Wermerskerke. 3-0. Cambuur is helemaal los. En PSV wordt hier getrakteerd op een dikke nederlaag. Niet buitenspel, Breij. En via Benitez. En deze valt de bal voor de voeten van Wermerskerke. En die haalt vol de trekker over. Het laatste fluitsignaal klinkt. En alsof Cambuur hier kampioen wordt, wordt deze overwinning gevierd. Een enorme stunt. Want de nummer 17 in de Eredivisie verslaat de koploper. Cambuur wint. Met hele duidelijke cijfers van PSV. 3-0 via Van der Water, Paulussen en in de extra tijd nog Van Wermerskerke. En zo krijgt PSV een behoorlijke dreun te verwerken.